Breda Nu. Breda in Beweging wordt mede mogelijk gemaakt door Monet Zorg en Beweging. Goeiedag, ik ben Jort. De kans is groot dat u deze weken meer thuis zit dan gebruikelijk en minder beweegt. Het is bekend dat op het moment dat we minder bewegen, onze spierkracht en conditie sneller achteruit gaan. En daarom is het van belang om nu in beweging te komen. Wij gaan u daarbij helpen door u dagelijks een beweegprogramma aan te bieden. Dit programma zullen wij u laten zien vanaf 11 uur, meerdere keren op een dag. Gaan de oefeningen niet zoals het moet of vindt u ze moeilijk? Dat maakt niet uit. Doe gewoon wat u kunt. Ga er niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Heel veel succes en vooral veel plezier. Welkom allemaal bij een nieuwe beweging met van Breda in Beweging. We gaan vandaag een full body workout doen. Links van mij heb ik Maurice, die is voor de minder intensieve versie. En rechts van mij heb ik Megan, die is voor de intensieve versie. Wat je vandaag nodig hebt is een flesje water, eventueel een stoel en een veilige omgeving. We starten zo meteen met de warming-up, vervolgens gaan we door naar de workout en sluiten af met de cooling-down. Elk moment dat we rust hebben, blijven we stappen op de plaats. De eerste oefening is een jumping jack. En start maar! Hou vol! Zorg dat je met beide benen goed uitstapt. 15 seconden! Netjes, heel goed. Laatste paar seconden. En stap op de plaats. De volgende oefening, je gaat zo meteen met je rechterarm naar het linkerbeen. En met de linkerarm naar het rechterbeen. In 3, 2, 1 en start. Houd het tempo vast. Let op de ademhaling. We zijn bijna op de helft. Hou vol. 5 seconden. En stap op de plaats. Voor de volgende oefening, zorg dat je goed ruimte hebt. We beginnen zo meteen met het rechterbeen. We maken een sprong naar rechts en naar links. En we starten. Heel goed. Zorg dat je eerst de stabiliteit vindt en dan pas doorspringt. We zijn bijna op de helft. 15 seconden. Houd het tempo vast. Laatste 5 seconden. En stap op de plaats. Dit rondje herhalen we nog een keer. Neem een slokje water. In 5, 4, 3, 2, 1. En we starten weer met uitstappen. En de armen omhoog. Heel goed. Ga zo door. Hou dit tempo vast. We zijn op de helft. Netjes. Laatste 5 seconden. En stap op de plaats. De volgende oefening. Rechterarm naar het linkerbeen. En de linkerarm naar het rechterbeen. 5. 4, 3, 2, 1 en start maar. Probeer zo ver mogelijk de handen naar de voeten te brengen. Goed in te draaien. Hou vol. We zijn over de helft. Zorg dat de knieën niet op slot staan. Klein beetje gebogen. 5 seconden. En stap op de plaats. Laatste oefening van de warming-up. We gaan zo meteen eerst de rechterkant op en daarna de linkerkant op. 3, 2,
1 en start. Eerst weer de stabiliteit vinden voordat je wegspringt. Heel goed. Hou vol. Hou de tempo vast. 5 seconden nog. Over de helft. Hou vol. Laatste 5 seconden. En stap op de plaats. We gaan door met de workout. We starten zo meteen op het linkerbeen. Rechterbeen gaat naar achter en naar voor. Neem de armen goed mee. En start maar. Heel goed. Oefening waarbij kracht en stabiliteit aan het pas komen. Hou vol. Hou de tempo vast. We zijn over de helft. Breng de knie zo hoog mogelijk naar het plafond. Laatste 5 seconden. En stap op de plaats. Zometeen doen we dezelfde oefening, maar dan op het andere been. Hou vol. En start maar. Heel goed. Hou de tempo vast. We zijn bijna op de helft. Hou vol. Vijf seconden. En stap op de plaats. Bij de volgende oefening heeft u 2 flesjes water nodig. U gaat een beetje naar voren hangen en breng de armen naar buiten. 3, 2, 1 en start maar. Breng de schouderbladen goed naar elkaar toe. En zorg dat u gecontroleerd de beweging terug naar beneden maakt. Heel goed, we zijn op de helft. Hou vol, zorg voor mijn rechte rug. Netjes, 5 seconden. En stap op de plaats. De volgende oefening is een squat. En we starten weer. Zorg dat je rug recht blijft. Eigenlijk alsof je soort van in een stoel gaat zitten. Hou vol. Hou de tempo vast. We zijn over de helft. Laatste 5 seconden. We zijn er bijna. En stap op de plaats. Voor de volgende oefening kunt u het flesje water weer pakken. U houdt het achter zich en strekt de elleboog uit. Doe maar mee, we starten vanaf nu. Bij 15 seconden wisselen we van kant. Heel goed. Strek de armen goed uit. Hou de elleboog stil. En we wisselen van kant. Heel goed. We zijn er bijna. Strek de elleboog uit. En stap op de plaats. De volgende oefening zorgt als u niet helemaal stabiel bent dat u ergens vasthoudt. U gaat op beide voeten staan en komt op de tenen. Langzaam weer terug. Doe maar mee. We starten vanaf nu. Langzaam laten zakken. Heel goed. Hou vol. Goeie oefening voor kuiten. Netjes. Nog 10 seconden. Hou vol.
En stap op de plaats. Laatste oefening van de workout. We doen nu een stap op de plaats. Wat de bedoeling is dat de knieën nu een stuk hoger gaan bij de volgende oefening. En doe maar mee, start maar. Hou die knieën zo hoog mogelijk. Zoek een tempo wat je volhoudt. We zijn 15 seconden onderweg. Hou de tempo vast. Netjes. Knieën zo hoog mogelijk. Laatste 5 seconden. En stap op de plaats. Heel goed. We gaan beginnen aan de cooling down. De eerste oefening is een soort zwemmersoefening. Draai de arm naar buiten, de duimen gaan naar beneden en houd hem achter je even vast. Doe maar mee. Arm naar buiten, de duimen draaien en even vasthouden. Armen naar buiten, de duimen naar beneden en even vasthouden. Heel goed. Duimen draaien en even vasthouden. Laatste paar seconden. En stap op de plaats. De volgende oefening. U brengt de rechterarm voorlangs en zorgt met de linkerarm dat u de rechterarm wat doortrekt. Doe maar mee. Houd hem 15 seconden vast. Als u te veel rek voelt, dan doet u hem iets verder naar voren. Hou vol. En we wisselen van arm. Houd deze ook voor 15 seconden vast. Zijn er bijna. Heel goed. Laatste 5 seconden. En we gaan weer stappen op de plaats. Nog 3 oefeningetjes van de cooling down. Je zet zo meteen het linkerbeen voor. Ga met de rechterarm over het linkerbeen en houd hem hier eventjes vast. Doe maar mee. 3 seconden vasthouden en kom maar weer naar voren. 3 seconden vasthouden. Laatste, dan wisselen we van been. En rechterbeen voor. Linkerarm eroverheen. Uitdraaien en even. Zorg dat je goed met het bovenlichaam meedraait. En we stappen weer op de plaats. De volgende oefening, je maakt hem helemaal lang. Kom naar voren. Houd hem hier eventjes vast. En kom weer terug naar boven. Doe allemaal maar mee. Helemaal lang maken. Naar beneden. En terug omhoog. Maak je helemaal lang. Naar beneden en rustig omhoog. Controleer de ademhaling. Zorg dat die weer goed is. En de laatste. En stap op de plaats. De laatste oefening. De laatste oefening. Zet je voet op heupbreedte. En draai met de romp mee. In 3, 2, 1 en start maar. Laat de benen ook meedraaien, zodat deze niet vast te staan. Heel goed. Doe dit zo ontspannen mogelijk. Netjes, houd het vast. Laatste 5 seconden. Dit was de workout voor vandaag. Wij hopen jullie de volgende keer weer erbij te hebben. Wij zijn trots op jullie. Super gedaan. Breda in Beweging werd mede mogelijk gemaakt door Monet Zorg en Beweging. Breda Nu.